Tijdens onze vorige les hebben we de aksenroos besproken, waar de onderdelen van de aksenroos de relatie wijzen en de totemdiertjes. Vandaag gaan we kijken naar de 6 inzetten. Kubelier, die onderscheiden 6 inzetten. Wat is een inzet? Wel, dat is datgene wat er uitgewisseld wordt. En dat kan van materiële en immateriële zaken zijn. Wat zijn immateriële zaken? Wel, materieel wat je kan vastnemen. Wat je kan ontvangen, wat je kan krijgen. Immaterieel, iets wat je niet letterlijk kan vastnemen. Nu, welke 6 inzetten zijn er? We gaan ze hier even opzommen. En we gaan straks kijken welk totemdiertje, welke inzetten, of welke inzetten er bij de totemdiertjes horen. Dus we hebben goederen, dat zijn alle materiële dingen die tussen mensen kunnen uitgewisseld, geruild of verhandeld kunnen worden. Alle dingen die je aan iemand kan geven, dat je kan ruilen met iemand, en verhandeld worden is eigenlijk verkopen. We hebben het bijzijn, de fysieke tegenwoordigheid, de lichamelijke tegenwoordigheid van de contacten. En dat gaat bepalen of een relatie tot stand komt, of al dan niet stand kan houden. Je vraagt bijvoorbeeld aan uw vriendin om 's avonds langs te komen. Dat is, jij vraagt het bijzijn van die persoon. Als zij zegt nee, dan gaat hij op dat moment niet stand houden. De persoon is datgene wat jij persoonlijk van uzelf laat zien. Heel wat menselijke interacties hebben eigenlijk als enige doel zichzelf kenbaar te maken en de eigen waarde van kijk, dit ben ik, over te brengen op de andere. Diensten zijn alle handelingen die men gaat doen ten gunste van anderen. Iets wat men gaat doen voor iemand anders. Informatie, het woord zegt het zelf, dat zijn inlichtingen die je kan geven aan iemand, dat kan uitleg zijn die je kan geven, kennis inhouden, de leerstof een beetje uitleggen, en wetenswaardigheden. Wat zijn wetenswaardigheden? Bijvoorbeeld een bepaald gebouw heeft een historische achtergrond. Je gaat dat gebouw bezoeken en je krijgt daar alle info over dat gebouw. Dat zijn de wetenswaardigheden. Richtlijnen zijn adviezen. Nee, je geeft een advies aan iemand. Zijn suggesties of voorstellen. Je stelt iets voor, je geeft een suggestie, zijn normen en wetten. Normen zijn al dan niet geschreven regels, die zeggen hoe dat jij je in een bepaalde situatie gaat moeten gedragen. En wetten, ja, dat staat in de wet, zoals we het zeggen, dat staat neergeschreven. En die richtlijnen vormen heel vaak een inzet voor de gezags-, gehoorzaamheids- en protestrelaties. Een gezag, bijvoorbeeld een politieagent heeft gezag. Wij moeten luisteren naar de bevelen die hij geeft. Gehoorzaamheidsrelaties, heel vaak ouder, tussen ouders en kind, of tussen leerkrachten en leerlingen. En protestrelaties, mensen die niet akkoord zijn met iets. Welke inzetten komen voor in de harmoniezone? Wel, informatie en richtlijnen. Dus je geeft informatie, je geeft info aan iemand. En de leeuw is zo iemand. De leeuw die gaat informatie geven, die gaat richtlijnen geven, die gaat leiden. Onze kameel die gaat die informatie en richtlijnen volgen. We hebben goederen en diensten, waarbij onze bever gaat zorgen voor iemand. Die gaat iets aanbieden, die gaat bijvoorbeeld boodschappen doen voor iemand. En onze poes die gaat genieten van die goederen en diensten die aangeboden worden. Het bijzijn en de persoon. Onze pauw die gaat zich laten zien, die gaat zich tonen. En onze wasbeer die gaat opkijken en die kijkt op naar iemand. Die vindt het fantastisch dat iemand dit bepaald kan. In de conflictzone ga je merken dat ook weer die informatie en richtlijnen, die 6 inzetten, dat die daarop inzitten. Eigenlijk alles is waarbij onze havik informatie en de richtlijnen die je krijgt gaat aanvechten. En waarbij onze steenbok de informatie en richtlijnen die je krijgt gaat weerstaan. De steenbok kan bijvoorbeeld zeggen, nee, ik ga daar niet mee akkoord. Of nee, ik doe dit niet. Goederen en diensten, niet bij de havik, maar wel bij de steenbok. Iemand die, bijvoorbeeld,
Het is bewezen dat jongeren beginnen roken in het eerste middelbaar. En de steenbok is iemand die kan zeggen, nee, dank u. Ik doe daar niet aan mee. Bij zijn en persoon, dan gaat de having dan weer een rol spelen. Die gaat aanvechten. Die gaat zeggen, nee, ik moet dat niet. Ik wil dat niet. Ik ga daar niet mee akkoord met datgene wat jij zegt. Dat is de having. In de afzonderingszone komen ze ook weer alle zes voor. Informatie en richtlijnen, goederen en diensten, bijzijn en persoon. Die kunnen allemaal voorkomen bij de uil, die informatie en richtlijnen gaat voor zichzelf houden, die goederen en diensten voor zichzelf gaat houden, die het niet gaat delen, en bijzijn en persoon die zich daar gaat van afzonderen, die zich eigenlijk een beetje gaat verstoppen. Onze schildpad die gaat lossen, die luistert wel naar die informatie en richtlijnen, maar die doet daar niks mee. Goederen en diensten, die gaat ook niet, dat niet direct appreciëren. En bij zijn en persoon, de schildpad trekt zich soms letterlijk terug in zijn schild, dus die gaat zich afzonderen. De taken die hierbij horen, gaan jullie terugvinden in Smart School, mijn vakken, opvoedkunde en oefeningen.